of eruit, of ik bel nu direct de politie, jullie worden eruit gezet. Dit is de 29-jarige Samit uit Nijmegen. Deze fanatieke kickbokser had een leuk bijbaantje bij de carwash. Had, want ze hebben hem eruit gegooid. Dan vraag jij je natuurlijk af. Wat heeft hij gedaan? Hij zou geld gejat hebben. Oh. Samit zou gepikt hebben uit een wisselautomaat. Hij kent dit in alle toonaarden, maar de carwash blijft erbij. Hij is een dief. Het zijn dus beeldmaterialen waarin hij... Nou ja, dat geld erin doet en dat wisselgeld pakt om dat vervolgens aan de klant te geven. Dat duurde iets langer dan het protocol en daarom zou hij het wel gejat hebben. Dat kan niet anders, zeggen ze dan. En uit zijn bureau ASA, dat hem aan dit baantje geholpen heeft, die laat hem vallen als een baksteen. Als dit het uit zijn bureau zou zijn, zou ik dit meedoen. Even kijken. Welke bel moet ik nou klikken? Yes, Samet. Rug it out. Goed. Samet, jij hebt onze hulp nodig. Ja, vorig jaar werkte ik dus bij de aanhang, Wasstraat. Na 4 maanden tijd, toen kwamen de managers kwamen opeens. En toen werd ik even op een matje geroepen. En toen werd mij dodelijk verteld dat ik verdacht werd van een diefstal. Het ging om een bedrag van €218,50. Toen dacht ik eigenlijk dat ze grap aan het maken waren. Toen zeiden ze, ja, we hebben je op camera. Toen heb ik even naar de beelden gekeken. Ja, je zag eigenlijk helemaal niks. Toen heb ik gevraagd of ze de politie wilden bellen. Weigerden ze. Zeiden van, ja, je mag nu gewoon het geld terugbetalen en dan doen we dat niet. Toen heb ik mijn shirt uitgetrokken, heb ik gezegd, ik wil nooit meer voor jullie werken. En heb je je shirt uitgedaan? Ja. Je stond daar naakt? Het bovenlichaam was wel even onbloot. Nice. Maar, ja? Sprak ze dat aan? Weet ik niet. Ik weet niet, volgens mij heb je wel redelijk gespierd torso. Ik mag niet klagen. Nee. Heb jij dat ook, Dennis? Nee, jij dan? Nee. Ik heb wel eens een keer wat gestolen, moet ik eerlijk zijn. Ja? Ja, ik heb wel eens een stereo-installatie ter waarde van €800 gejat. Wat was het voor een bedrijf dan? Een bouw- en woonwarencentrum. Kennen jullie me nog, bitches? Lonely at the top. Kom, look at me now. Nu kun je die €800 ook wel terugbrengen, nu het zo goed gaat. Nee, fuck ze. Samet zegt nog nooit gestolen te hebben, maar werd hiervoor wel de laan uitgestuurd. Hij neemt direct daarna contact op met het uitzendbureau. Hij werkt daar al jaren en juist daarom verwacht hij dat ze hem steunen. Maar tot zijn stomme verbazing gaat uitzendbureau ASA direct mee in de beschuldiging. En dat zonder de beelden überhaupt te hebben gezien. Vanaf dat moment is Samet persona non grata. Maar op wie ben je het meest boos? Op de carwash of op dat uitzendbureau? Uitzendbureau denk ik wel, want ik heb bijna 7 jaar daar diensten vervuld. Maar wil je excuses? Op zijn minst. Eigenlijk wel, ja. En als ze dan daarna met een broodrooster in bad gaan zitten, is het mooi meegenomen. Dennis, jij hebt wel eens bij een uitzendbureau gezeten, toch? Ja. Wat heb je daar gedaan? Ja, die stuurde me naar een callcenter. Oh. Ja. Wat zei toen? Hallo met Dennis, wil je abonnement? Ja. Jij dan? Heb je wel eens gewerkt in de auto hiervoor? Jawel. Bij een bouwmarkt gewerkt. Dus dan kwam er een bouwvakker van, ik wil deze plaat aan een betonnen muur vestigen, wat moet ik doen? Geef ja, meneer, het is een godverdomme, een doe-het-zelf-zaak. Die camerabeelden. Ja. Jij hebt ze gezien. Ik heb ze gezien. Iemand van de carwash die jou op non-actief heeft gesteld. Ja. Verder? Ja, ze zouden naar de politie gestuurd zijn, maar... Ik heb tot de dag van vandaag... Want er is geen aangifte tegen jou gedaan? Ik hoop eigenlijk van wel. Maar je weet het niet? Nee. De politie heeft jou nooit gebeld, een brief gestuurd? Nee. In een busje gezet en afgevoerd? Nee. Samet, je kan het ook zelf oplossen. Maar waarom doe je dat dan niet? Omdat hij dan vast wordt gezet waarschijnlijk. Maar show me them skills. Ja, nee, sorry man. Nee, doe even. Even een beetje zo. Even laten zien wat voor vlees. Au! Ja, wat doe jij, joh? Nee, ja. Idioot. Deed ik het goed? Dat was toch gek, joh. Laten we maar gaan. Ik ben er helemaal klaar mee. Tijd voor een grondig onderzoek. En dat begint met research op internet. Best wel veel goede reviews. Ja. Eén keer heeft één iemand 1 ster gegeven. Super fijne plek om je auto te wassen en aardig personeel.
Nou, laten we dan maar eventjes dat uitzendbureau eventjes na gaan trekken. Vier sterren ook. Eigenlijk best wel een beetje slecht dat ons onderzoek bestaat uit Google reviews bekijken. Maar dat geeft wel een heel eenduidig, simpel beeld. Hè? Ja. Zoals hier, komt afspraken niet na met 2 likes. Ik geef een 3. Laten we gewoon anders eventjes daar gaan kijken. Op naar de plaats delict, waar de jongens op even subtiele als onopvallende wijze informatie proberen los te weken bij het personeel. Oh, hij is te groot. Hij is te groot. Ja. Je kan gewoon in die wasbox staan, ja. dan kun je hem zelf afspuiten. Yes! Top! Hoe is het werken hier? Nou, ik vind het best wel relaxed hier. Ja, maar werken hier steeds anderen of zeg je lang dezelfde werken hier? Het zijn meestal wel gewoon vaste werknemers hier. Is hier wel eens gejat zo onder het personeel? Zie je ook vaker dat soort bedrijven, bijbaantjes, dat er wel eens wat gejat? Nee, van personeel is meestal niks dat ze iets gaan stelen. Dus, Heb je hier nog nooit meegemaakt? Nee, ik in ieder geval niet meer. Oké. Okay. Kapot. Dat personeel eruit wordt gewerkt. Nee, ja, dat soort dingen. Tenminste, ik heb het niet meegemaakt. Ik ben er klaar mee. Ja, Bram, we helemaal schoon, spik en span. Ja, dat wel. Maar wat zijn we nou wijzer geworden? Veel wijzer zijn de jongens nog niet. Maar nu gaan ze echt de diepte in. Terwijl Bram samen met Samet probeert uit te zoeken of de camerabeelden er nog zijn en of er wel echt aangifte tegen hem is gedaan, laat Dennis zich bijpraten door een arbeidsrechtadvocaat over de positie van Samet. Welkom bij de politie. Momenteel is het erg druk. Daardoor kan het zijn dat u langer moet wachten. Ik denk dus helemaal niet dat het zo druk is. Wie belt nou de politie Nijmegen? Ik bedoel, als je politie nodig hebt, dan... Ik wil graag weten of er een aangifte tegen mij loopt. Kunnen jullie mij daar informatie over geven? Nee. Nee? Nee, sowieso telefonisch niet, omdat ik u niet kan verifiëren of u inderdaad bent wie u zegt dat u bent, of dat u bijvoorbeeld een nieuwsgierige buurman bent. Ja. Maar ook stel dat er een aangifte tegen u is gedaan, dan wordt u vanzelf door de collega's daarover geïnformeerd. En dan krijgt u bijvoorbeeld een brief dat wij ook graag even met u willen spreken daarover. Stel je voor dat het, laat ik zeggen, 1 jaar en 2 maanden geleden is dat er gezegd is dat er aangifte tegen mij gedaan zou worden. Zou ik dan al iets gehoord moeten hebben of... Ja, ik weet dat het OM die heeft heel veel zaken te doen. En dat soms wel eens dingen lang kunnen blijven hangen. Ja. Maar dan was u sowieso al op gesprek geweest, lijkt mij. Oké. Okay. Merkwaardig. Zou de carwash helemaal geen aangifte hebben gedaan dan? Of ligt hij ergens onderop de stapel te verstoffen op het politiebureau? Dit zaakje stinkt. Dan maar bellen met de carwash die Samet eruit heeft gestuurd. 1 jaar geleden heb je mij dus toen ontslagen. En toen heb je mij camerabeelden laten zien waar je eigenlijk helemaal niks op zag. Vervolgens heb je geclaimd aangifte tegen mij te doen. Die aangifte heb je niet gedaan. Die is wel gedaan. Weet je het zeker? En dat weet ik zeker. Oké. Okay. En dan zou waarschijnlijk moeten we even uitzoeken waar het is blijven hangen. Die beelden die je mij toen liet zien? Ja. Heb je die nog? Die hebben wij nog, inderdaad. Kan je mij die toesturen? Dus dan wil ik even kijken of ik dat wel mag. Kan ik jou daar straks over terugbellen? Ik wil sowieso eerst uitzoeken waar die aangifte is gebleven. Ja, maar dit schiet echt helemaal niet op zo. Laten we gaan. Het is al erg genoeg dat Sam met zijn eigen onschuld moet bewijzen, maar op deze manier komt hij natuurlijk geen steek verder. De tijd van wachten is voorbij. Yes! Hey, banaan, banaan. We gaan er tegenaan, hey! Ja, wij zijn van het programma Onrecht. En hem is heel erg onrecht aangedaan. Maar wie moeten we daarvoor hebben? Ik denk hem. Ken jij Samet? Nee, nooit ontmoet. Oh, hij heeft hier ook gewerkt. Ja. Maar op een gegeven moment is hij beticht door discutabele camerabeelden van het stelen van €218,50 in muntgeld. En wij willen heel graag die camerabeelden zien. Ja, we hadden Jeroen zelf even aan de lijn gehad, vanmiddag nog. Die zei dat de beelden er nog waren.
Dus ze moeten ergens rondspoken hier in het bestand. Okay. Dus als jij de computer even aanslingert... Dus, nou, dat gaan we niet doen, maar ik wil best wel even bellen. Zeg maar tegen Jeroen dat we niet weggaan... totdat we die beelden hebben gezien of afgevoerd worden in een politiebusje. Ik bel even omtrent die mensen met de camera van... Onrecht. Onrecht, in ieder geval. Ja, ik weet niet precies wat ik ermee aan moet, dus ik denk ik bel jou even. Ja, of wil je misschien iemand... Die camera's die draaien hier ook gewoon. That's how we roll. Want ze gaan ook niet weg, begrijp ik. Misschien kan ik hem even... Hallo? Oké. Niet, toch? Hi. Nee. Komt hij eraan? Nee, zeker niet. Hij belt eventjes en dan gaat er wel iemand komen. Ja, echt? Oh, nou. Kijk, nu gaat hij lekker. De beelden lijken dan toch binnen handbereik. Ja! Ja? Hoe staan we ervoor? We hebben geen commentaar vanuit Anak gezegd. En daarvoor verzoek dat jullie weggaan. Maar word jij nou als een soort pianoman naar voren geduwd? Dat zou je kunnen zeggen, maar in ieder geval komt er niemand. Ja, maar toch willen wij die beelden even zien. Dennis, daar zit er maar één ding op. Zit in! Zit in. Wat? We gaan niet eerder weg. We maken ons vast aan de paal. Ja. Wij blijven hier. Zit in. Zit in. Uiteindelijk. Kom wel even. Ik vind het zelf geen ramp, maar het verzoek is al toch dat jullie weggaan. Dat accepteren wij niet, want wij willen die beelden zien of iemand spreken die er wat wil over zeggen. Ja. Dat kun je toch op zijn minst regelen? Wij blijven. Mocht ik er last van hebben van jullie, dan bel ik de politie en dan is het heel simpel. Ik ben er klaar voor. We hebben een nummer van Jeroen. We gaan Jeroen zelf bellen. Oh ja. Goedemiddag Jeroen met Dennis en Bram van Onrecht, het televisieprogramma. Hoi, goedemiddag. Hallo Jeroen. Hallo. Nee, we zetten op dit moment de Anak Wasstraken Nijmegen volledig op de kop. Terwijl wij maar een hele kleine vraag hebben. En dat is, wij willen zo graag die discutabele kaart. Ik ga niet meer stoppen, ik wens jullie succes. Hallo? Ik kom mij niet meer te bellen, dankjewel. Nee, Jeroen, kunnen we nog wel? Ach, wat flauw. Wat een klootzak. Wat een lul. Nog een keer bellen? Ja. Gebruiker in gesprek. Bel terug. Ach, gebruiker in gesprek. Maar wat een rare reactie net. Ik bracht het heel fatsoenlijk op. Maar wat zeggen we dan tegen hem? Hij staat nog binnen. Wij kunnen hem alles wijsmaken. We hebben Jeroen gebeld. En we mogen de camerabeelden zien. Ja. Maar hij zegt dan, dat weet ik niet. Maar we kunnen ook natuurlijk gewoon het hele productieproces gewoon de knop. Ja, en we stoppen, gaan pas weer verder. Als we die beelden hebben. Maar dat is wel een zwaar middel. Ja, maar dan gebeurt er wat. Ja. Doen. Oké, op die knop, op die knop. Jij helpt ons, hè? Jij dekt ons. Kom goed, joh. Jij weet waar die knop zit. Als ik weet niks. Ja, jawel. Ja, heb je hem gezien? Yeah, let's go. Tadadada. Ja. Sanne, kom er binnen, barricadeer de deur. Ga hier staan. Kijk, hier zijn dus die camerabeelden. Oké, ja, hier kunnen we niks mee. Hey, maar zijn dit de kloppen om alles uit? Nee, niet aanzitten. Nog niet aanzitten. Hij komt. Hou hem dicht. Samet. Hou hem dicht. Nee, doe maar open. Gaan jullie hier nou uit? We hebben toestemming gekregen. We hebben met Jeroen gebeld. Jij belt Jeroen? Nee, ik bel politie. Nee. We moeten Jeroen 100%. Hebben. Ik bel al. Luister nou, mag ik even vertellen wat we met Jeroen hebben besproken? Ja, maar eerst eruit. Druid. Nee, want dan staan we in de kabaal. Ik word boos en dat wordt niet fijn. Eruit. Nee, we gaan rustig blijven. Ja, rustig. Adem in, adem uit. Kom. We gaan meditatieve... Ik heb nu de keus of eruit, of ik bel nu direct de politie. Jullie worden eruit gezet. Dat kan natuurlijk ook. 1, 2... Hopsakee. Nee, maar we hebben met Jeroen gebeld. Hebben we echt gebeld, maar we kunnen hier toch gewoon even staan praten? Eruit. We hebben met Jeroen gebeld. We raken niks aan, we willen alleen even praten. Dennis, ik heb het gevoel dat dit niet gaat werken. We moeten er toch, denk ik, gaan... Onbegrijpelijk, maar de vasthoudendheid van deze twee onrechtbestrijders begint nu ook de klanten langzamerhand de keel uit te hangen. Nou, ik denk niet dat dat gedoe is. Ik moet ook verder.
Oh, zouten nou. Dan kunnen, kunnen die jongens werken. Ja, ze blijven ons filmen. Meneer, het belang van Samet is veel belangrijker dan uw vieze auto. Wij blijven hier. Ja, ja, ja. Komen ze eraan? Jazeker. Ik vind je nog steeds een sympathieke jong. Trek het niet persoonlijk aan. Even een huk. Even jou wel. Oh, je bent worst op mee, hè? Ja, te gaan. Even een hand. Goed. Ik doe ook maar mijn ding. Even daar ga ik. Nee, ik ga eruit als we de handen schudden. Ja. Nou, het komt goed. Top. Ja. Hup, hup. Altijd die confrontaties en altijd gedoe en gezeik. Ik ruik wel lekker fris. Naar die wax. Naar die wax. Maar wat nu? Goed. Ja, ik denk niet dat we het hier gaan krijgen, de beelden. Ik denk ook niet. Maar is de echte dader in dit verhaal niet het uitzendbureau? Die op basis van camerabeelden die ze nooit hebben gezien, een conclusie trekken en Samet eruit flikkeren. Ja. Ja. Misschien wel. En dan kunnen we beter nu gaan voordat de politie er is. Ja, kom. De mannen horen al sirenes, dus snel wegwezen. De Fofo, de Fofo. Kom. Snel, snel. Volop rijden, rijden. Yes! Hallo. Ik ben Bram, goeiedag. Hallo. Waarom zijn jullie nou met het busje? Waarom? Wat bedoel je? Ja. Geen personenauto bedoel je? Ja. Ja, dat is een persoonlijke voorkeur vaak. Ah, het is niet dat jullie met het busje kwamen omdat de intentie was om ons in te laden. Nee, maar toen doen we ook die andere auto, hoor. Wat vindt u van ons busje? Groot. Wow. Mooi ook. Ik denk dat chill. Hij is niet APK gekeurd, hè? Top geregeld. Nou, voor de rest weten we alles. Zijn we klaar? Dankjewel, Berkse. Bedankt. Fijne dag de nog. De groeten thuis. Ja, jij ook. Joehoe. Doeg, joehoe. Hoi. Zijn er dicht tegen gelegen dat het gebeurd wil worden? Is goed, en u? Zowel, dan heb je een probleem. Ik ben super fotogeniek geweest, toch? Dus u kreeg een balkje, nee. Als u een blur. Ik wil niet zichtbaar zijn. Dan krijgt u een blur. Gewoon helemaal of, weg. Of zo'n feestbril. Gewoon helemaal weg. Je moet geen grapjes maken. Ja. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Doei, doei. Joehoe. Goh, het zagrijn, hè, die ene man. Zeg u even tegen die camera dat ik er niet op wil, hè? Anders heb je echt een probleem. Oh. Wat een bevalling. Dat was weer eens even ouderwets, hè? Want we weer even ouderwets. Schieten, helikopter, weggestuurd, duwen, trekken, politie erbij, geschreeuw. Politieagent. Ja. Dit is goed voor de kijkcijfers. Dit is lekker. Volgende stop, het uitzendbureau. Volgens de arbeidsrechtadvocaten kan het zomaar zijn dat Samet nog recht heeft op geld. Maar dat is bijzaak, want wat de jongens vooral willen weten is... waarom heeft het uitzendbureau Samet zo hard laten vallen... na al die jaren trouwe dienst? Hallo, ik ben Bram. Hi. Goeiedag. Sorry voor de hoop bombari. Hallo, allemaal. Collega Dennis. En wie is dat? Ja, dat is Samet. Het is goed om met mij te doen, want ik ben de verantwoordelijke. Oh, dat vind ik ook goed. Ah, wie bent u? Ik ben de vestigingsmanager. Ah, kijk. Nou, fijn dat we even kunnen babbelen. Ah. Ja, want we hebben een probleempje. Samet. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat weet jij van de case? Jij hebt via ons bij een van onze klanten gewerkt. Ja. En daar is toen een melding gekomen dat jij verdacht werd van diefstal. En toen is het een beetje raar verlopen, want die melding is gedaan. Hij heeft zelf beelden gezien. Ik weet niet of jullie ook beelden hebben gezien. Nee. En daarin zie je dus dat er in een wisselautomaat dat er wordt gewisseld en dan had hij €218,50 aan muntgeld zou hij hebben gestolen. Maar met alle respect, dan loop je met zo'n zak de deur uit. Ja. En daarop moest hij weg bij de car wash. Ja. En dan hebben jullie ook gezegd van, wij doen met jou geen zaken meer. Ja, ja. Ja, weet je, we kunnen er heel lang over houden, maar dit is gewoon een klote situatie natuurlijk. Zowel voor ons, vooral voor jou. De vestigingsmanager die toen was, die is weg. Dus ja. Ik was er toen niet. Nee. Ik weet dus ook niet precies hoe dat in de communicatie allemaal gegaan is. Want nu hebben wij nog wat anders. Wat blijkt nou, ik heb nooit bij een uitzendbureau gezeten, maar je komt in fase A, fase B en vervolgens in fase C. En dat schijnt de meest riante fase te zijn, de laatste, de beste die je hebt als je een contract hebt bij een uitzendbureau. En wat nou schijnt te zijn, is dat hij in fase C staat en jullie hebben hem op non-actief gezet, maar hebben dat contract niet verbroken. Dus hij heeft eigenlijk recht gehad dat hij werd doorbetaald. En toen kwamen wij op een slordige €9600. Mm-hmm. En als u dat nou gewoon op tafel legt, ja, dus drinken we een pilsje. Ja. Niks aan het handje. Ja. Jongens, luister, als dat zo is, laten we het uitzoeken. Maar dan moet het gewoon netjes opgelost worden.
Allee, ja, ik... Dat kan ik niet nu... Ik heb ze niet in mijn zak zitten. Nee, wij wachten wel een half uur. Maar hoe kijk je dan nu, zeg maar, als ASA op terug? Als je dit zo hoort... Ik baal je natuurlijk als een dolle van. Ja, want het is wel echt op basis van een aanname van jullie klant dan. Want die kan op deze manier heel makkelijk van zijn personeel af. En als hij dan ook nog wordt gebackstapt, zeg maar, door het uitzendbureau... wat hem eigenlijk ook nog in beheer en dekt... is het natuurlijk wel vrij kwalijk. Ja, dat is het. Als dat allemaal zo zou zijn, hè, is zeker niet waar wij als ASA voor staan en hoe we het willen doen. We gaan het netjes oplossen. Laten we wel een termijn afspreken. Ja. Nou, laten we binnen een week bellen. En dat ik dan aangeef wanneer jullie antwoord hebben. Voor dit weekend belt u. Voor dit weekend hebben wij contact. Ja, kom maar door. Yes. Altijd aankijken. Santé. Salut. En we krijgen inderdaad keurig een reactie. Samet blijkt langer dan een half jaar niet voor het uitzendbureau actief te zijn geweest. En heeft daarom geen recht meer op geld. Maar het goede nieuws is dat het uitzendbureau wel betreurt hoe er met Samet is omgegaan en hij niet langer wordt gezien als dief. Samets naam is daarmee gezuiverd. Missie volbracht. Ik ben wel tevreden met het resultaat. Ja. Oh, een webs. Ga weg. Oh. Hij is er nog.